Uiteindelijk doen we natuurlijk heel veel onderzoek met publieksgeld. En het zou ook zo mooi zijn als we daar iets meer van terug kunnen geven aan de maatschappij. Voor mij is dat de drijfveer geweest om een concept neer te zetten waarbij we dat ook daadwerkelijk mogelijk maken. En dat we niet alleen hele goede wetenschap doen, maar die uiteindelijk ook vertalen naar nut voor de patiënt en dus de maatschappij. Ik ben Danielle Currus en ik ben de CEO van MedAce. MedAce is een leerwerkomgeving bedoeld om startende ondernemingen en onderzoekers vanuit de universiteit verder te helpen met hun concept wat ze ontwikkeld hebben om dat daadwerkelijk te vertalen naar de patiënt. En dat is eigenlijk de basis van het MedAce concept geweest. Dat wij ervoor kiezen om die jonge ondernemers zelf te leren hoe ze volgens de geldende wet en regelgeving hun product moeten maken. En dat doen we terwijl ze zelf hun product aan het maken zijn hier in de MedAce faciliteiten. We hebben dit concept ontwikkeld binnen het Institute for Science and Technology. We hebben het daar ook gevalideerd, destijds ook een ISO-certificaat gekregen. Als MedAce straks volledig draait, hebben we de capaciteit om 18 tot 20 startende bedrijven tegelijkertijd te helpen in hun ontwikkeltraject. En tegelijkertijd leren zij van elkaar welke wegen te bewandelen zijn om daadwerkelijk de goedkeuring te krijgen voor uiteindelijk een klinische studie. Dat doen we op het operationele vlak, dus de mensen die daadwerkelijk in de faciliteit werken. Dat doen we op het kwaliteitsvlak, dus de mensen die moeten zorgen dat ook de kwaliteit en de documentatie behorende bij de productontwikkeling klopt. Maar dat doen we ook op managementniveau. MedAce is gevestigd op de Brightlands Health Campus. Voor ons een hele logische keuze. Dit is het hart van alle medische ontwikkelingen hier in de regio. Hier start het allemaal. Zowel van ideeën die uit de universiteit of uit het ziekenhuis komen, maar ook startende ondernemingen die naar deze regio komen, juist omdat op deze campus eigenlijk alle elementen nu achter elkaar gezet worden. Het idee is ook om dit concept straks verder uit te rollen, zodat het ook op andere locaties plaats kan gaan vinden. En waarbij wij feitelijk de mensen op de nieuwe locatie trainen hoe ze zo'n concept moeten uitrollen.